Hallo iedereen, ik ben Sarah Bekambo, a.k.a. Black Siba. Ik ben blij dat jullie er zijn vandaag om het gesprek te beginnen, geënterteind te worden op een of andere manier. En ik hoop dat ik dan een beetje kan openbreken, het ijsbreken, de small talk kan zijn, naar de diepere gesprekken. Alright. Bloedbaden waarin moordenaren zich laven. Er zijn al genoeg graven opgedragen aan westerse vandalen en de Vlamingen haten op de Walen. Om redenen zo stom dat ik zelfs niet de moeite ga nemen om ze op te halen. Wij voeren een verbale oorlog met ons eigen volk, zonder dat ze recht heeft om tegen te spreken. Vlaanderen spreekt wel altijd over scheiding van dat Frans en dat Nederlands omwille van een samenwerking. Ter gevolge van latere conflicten, blijvende conflicten, heersende conflicten. Maar ja, Vlaanderen spreekt nooit over verspreiding van datzelfde Frans en Nederlands omwille van een samenwerking van latere conflicten, blijvende conflicten, heersende conflicten, nog altijd levende conflicten. Kijk naar Congo, kijk naar Rwanda, kijk alsjeblieft verder dan dat. Kijk niet enkel naar Afrika, kijk naar ons Europa, kijk naar het Amerika. Hier heb je ook vandaan. Men streeft naar alles uit een Vlaams belang. Men streeft naar enkel Vlaams ter invocatie van een Vlaams belang. Men streeft naar een Vlaams belang, niet beseffend dat ons beeld van Vlaams niet altijd weergeeft wat Vlaams is, louter uit Vlaams belang. Vlaams belang is belang niet de enige dat het overradicaliseren van stereotypes omtrent Afrikanen, Walen en Zwarte omvangt, propageert. Uiteraard Vlaams belang. Terwijl politici onzin verspreiden, banaliteiten verspreiden, zien wij, horen wij de onrust en rumoer niet. Zien wij meningen als feiten, fantaseren wij over de realiteit. En tijdelijk kan dit werken, ja. Maar aan elk sprookje komt een einde. Wanneer komt de dag dat men beseft? Onze thuis is Vlaams, Waals en de rest. En dit sprookje dat wij willen doen uitkomen alsof het een droom is. Ja. Wij beklagen ons tegelijkertijd over de Trumps van de Americans. En hoe een oen en raciste is. Maar feit is, deze wereld is racistisch. Ook hier in België. Ook hier in elk Vlaams huis. Onderhuids ligt het. Maar dit sprookje is niet zoals in die kinderlijke dromen. Nee, dit sprookje heeft de betekenis van haar oorspronkelijk woord. Hè? Dus het is geen droom. Het is een horror. Is het niet hilarisch dat de persoon die het leven geeft en dan deelt op de laatste plaats komt in deze maatschappij? Vreemd toch, het is eerder een kloterij, maar heus geen bedrog. Het is heel eerlijk dat zonder ballen je het niet precies kan maken in deze wereld, toch? Noem me maar conservatief. Want alles gaat om macht, zeker. En in die kracht zijn mannen zogezegd beter. Oestrogeen en celluliet. Dat zijn de twee dingen die van een mens een vrouw maken. En een vrouw omvormen van een iemand naar een iets. Wij worden bespeeld à toute reprise. Jongens spelen met ons, maar mannen, wij zijn geen kindersurprise. Het is hypocriet. Dit is mijn klaagzang, mijn feministe lied. En ook al verloochen ik het woord, ik ga niet meer zeggen dat ik dat niet meer ben. Er is onevenwichtigheid in de gelijkheid.
Dat was, is en zal ook altijd zo zijn. Maar stel je voor, ga terug naar die kindertijden. Stel je voor dat er in je dromen een echte ideale wereld is. Een echte ideale wereld is. En dat gerechtigheid even belangrijk is als onze zuurstof. Beeld u dat in. Een wereld met justitie in de kosmos. Stel je voor, een wereld waar onze toekomstige, mijn toekomstige kinderen, jullie toekomstige kleinkinderen schoon op gaan groeien. Dat racisme niet meer door de wereld drijft. Dat onze huidkleur ons niet meer uit zal groeien. Stel je voor dat mensen in oorlog vrij zijn. Stel je voor dat zonder seks, drank, drugs en negativiteit wij kunnen blij zijn. En ja, ik ben weer conservatief. Stel je voor dat ik niet meer het slachtoffer ben. Stel je voor dat mensen die zogezegd de slachtoffers willen helpen, niet meer de slachtoffers zelf hun graf indelven. Laten we het zo stellen. We stellen letterlijk voor om mensen te helpen. Maar ja, wij zijn degene die hun graf indelven. Dat was ook, is ook en zal spijtig genoeg ook altijd zo zijn? Nee. Nee. Dat respecteer ik niet. Dat accepteer ik niet. Het is tijd dat wij de mens de ware stem terug gaan reclameren. Laten we ons losmaken van de boeien. Laten wij tijd maken voor wat boeit nu. Stel je voor dat er een wereld is waar justitie drijft in de kosmos. Stel je voor dat mijn toekomstige kinderen schoon op gaan groeien. Dat racisme niet meer door de wereld drijft. Dat onze huidskleur ons niet meer uit gaat groeien. En om eerlijk te zijn, dit was geen Martin Luther King quote. Dit was letterlijk wat ik dacht. Grappig dat elke persoon van ons zogezegd ras hetzelfde dacht. De gedachten gaan. Maar wat gaat jij eraan doen? Dat is de vraag. Het laatste gedichtje, de poem, de slams, het spoken word stuk dat ik zal brengen, gaat over stereotypes, over voordelen. En aangezien ik heb dit heel lang geleden geschreven, en ik geef er altijd een uitleg bij. Die uitleg moet gegeven worden. Omdat ik... Dit is een heel vreemd stuk van mij. Omdat ik het eigenlijk op een van de gelukkigste dagen van mijn leven heb geschreven. Toen alles goed ging in... toen ik dacht dat alles goed ging in mijn leven. Toen ik... Ik was een onbezonnen... Geen stress aan mijn hoofd, kind. En ik was een berg op aan het fietsen. En ik dacht voor één keer met mijn brakke fiets, deze keer, aan mijn poot. Ik ga de berg op beklimmen. Elke keer stap ik af. But now I am going to do it. Dus ga ik het doen. En ik was aan het fietsen. Ik was blij. Ik was aan het fietsen. En midden in de berg, opeens komt dit idee in mijn hoofd. Terwijl dat een gevoel was dat ik al heel lang niet meer had gevoeld. Of niet wou voelen, dat kan ook. En dat kwam naar boven. En dan is deze gedicht eruit gevloeid. Een representatie van de afgelopen 19, 18 jaar dat ik heb moeten meemaken. Ik ben zwart, dus ik moet broke zijn. Ik ben zwart, dus ik moet sowieso in BSO zijn. Ik heb een hard leven. Ja, het is zeker niet fijn. Dus niemand gaat mij of ooit met mij willen zijn. Ik ben een neger, dus ik leef maar even. De weinige tijd die ik heb, spendeer ik in een slavenleven. Ik ben ook dom, want van school daar kon ik niet van leren. Ik heb sowieso moeten leren van het leven. En dan waren er nog degenen die na het schoolcarrière mij nog zeiden dat unief of hogeschool niet waren voor de mensen met dezelfde huidskleur als deze. Te hoog gegrepen.
Ik ben een Afrikaan, dus ik haat school. Ik trap het liever daar af, dus een voetballer zijn is mijn idool. Messi en Ronaldo zijn mijn idool. Messi of Ronaldo zijn, dat is mijn droom. Ik ben een Afrikaan, dus we zijn met 12 thuis. Precies de apostelen, dus de kerk is mijn huis. Ja, dus ik ben sowieso christen. Of ik geloof in heksen. Ik hoor in mijn heksenketel. Ik maak het eten van anderen. Ik eet daarna pas al de resten. Ik ben zwart. Ik ben eigenlijk de beste. Je suis supérieur et en majeur. Mais encore toujours dans le malheur. Je suis noir, donc je parle français. Je suis noir, donc tous mes rêves ne vont jamais s'achever. I am black, so I do not have a bright future. But let me tell you, I have a past who is so, so, so unhuman. Ik ben een allochtoon. En deze definieert mij blijkbaar. Dat is toch wat onze geschiedenis ons heeft geleerd, hè? Ik ben zwart, dat maakte mij hard. Racisme keer op keer op keer en nog een keer meer ondervinden brak mijn hart. Dus mijn rechten zijn in functies van die vooroordelen. En de rechters zijn degene die alles van mij wouden stelen. Waarom? Ik ben simpelweg niet blank. Hartelijk dank, Sarah Bekambo, voor de krachtige, vurige Poetry Slam. Je bent nog heel jong en al super getalenteerd. Ik ben er zeker van dat we nog heel veel van jou zullen horen. Dikke merci. Van harte welkom iedereen voor de allerlaatste editie van het online Café Mazareel. Café Mazareel is ontstaan in het licht van de Beter na Corona-campagne, opgezet door Actief, het ledenblad van ons, het Mazareelfonds. Samen met nog 10 andere media- en denktanks hebben we eigenlijk een oproep gelanceerd om samen grondig na te denken over de manier waarop België, Europa en de rest van de wereld eigenlijk socialer en ecologischer kan worden na corona. Dus mocht je tijdens het gesprek iets horen dat u inspireert of dat je graag wilt delen op sociale media, doe dit gerust en gebruik zeker en vast de hashtag Beter na Corona. Ik ga eventjes heel kort technische instructies overlopen. Zoals jullie gezien hebben, staan alle micro's uit. Dat is eigenlijk gewoon omdat we met te veel zijn. Straks wordt er ook gevraagd aan iedereen om de video's uit te zetten, zodat we kunnen focussen op de sprekers en de moderator. Dit kan je eigenlijk doen door gewoon onderaan in de balk, waarbij dat je zelf ziet, op stop video te drukken, ofwel bovenaan, rechts bovenaan in die balk. Of ja, nee, op de 3 puntjes bedoel ik, kan je ook stop video drukken. Het hangt van computer tot computer af. Het gesprek wordt opgenomen en wordt nadien ook op de website geplaatst, zoals meegegeven in de inschrijvingen. Mocht het zijn dat je om de een of andere reden wegvalt tijdens de sessie, dan kan je er eigenlijk altijd terug opnieuw bij door op dezelfde link te klikken. Dan nog een warme oproep aan iedereen om tijdens het gesprek ook al wat vragen te stellen. Dan zal Siska er op het einde een aantal vragen uithalen en voorleggen aan de sprekers. Als je die vraag graag zelf stelt, dan gelieve dat daar dan wel uitdrukkelijk bij te vermelden. Dan kan de moderator jou op het einde ook het woord geven. Voilà, dan geef ik nu graag het woord aan Siska Hoed. Zij is directeur van ROSA, Kenniscentrum voor Gender en Feminisme. Zij is moderator van dienst vanavond en zal ook de sprekers voorstellen. Geniet ervan. Dankjewel, Leen. En welkom iedereen. Fijn om te zien dat jullie toch weer met zoveel zijn, ondanks het feit dat we stilaan, dat we terug naar buiten mogen en dat het ook nog eens mooi weer is. Toch leuk zo'n geïnteresseerd publiek. Maar voilà, sommigen van jullie weten het al, maar dit is een debattenreeks onder de hashtag Beter na Corona. Leen lichtte het ook al toe. En we gaan dus elke week op zoek naar antwoorden op de vraag hoe we nu verder kunnen of dat we deze crisis kunnen aangrijpen als kantelpunt om te zoeken naar een meer
solidaire samenleving om ervoor te zorgen dat we de juiste kant op marcheren met z'n allen. In deze week is dat onder de titel Gelijkheid loont, met als ondertitel Werk en onderwijs van levensbelang om ongelijkheid te bestrijden. Dus dat is het thema waar dat we nu induiken. Dat lag eigenlijk al vast op het moment dat George Floyd werd vermoord. Maar ik denk dat, dat jullie allemaal begrijpen dat die moord de thematiek nog eens meer op scherp heeft gesteld na dat corona dat eigenlijk ook al gedaan heeft. Zowel op vlak van arbeid als op vlak van onderwijs zien we dat die crisis toch weer heel wat blootlegt in de samenleving. En de vraag is nu, hoe gaan we daarmee verder? En wat moeten we doen om die grote ongelijkheden weg te werken? En die vragen die gaan we vandaag proberen te beantwoorden met Rachida Lambrabet. Dat is de eerste die ik hier in mijn lijntje zie. Zij is auteur en juriste. Ze schrijft romans, theaterteksten en essays. En haar laatste boeken zijn Zwijg Allochton en Vertel het Niemand. Ik zeg er ook nog eventjes bij, Rachida, jij moet zo meteen heel eventjes weg. Over een kwartiertje ongeveer, geloof ik. Voilà, maar dan weet iedereen dat. We zien wel wanneer exact. Hè. Maar als je verdwijnt, dan weet iedereen ook dat je weer terugkomt. Voor mij zit daarnaast Anne Koenen. Welkom, Anne, ook van de FOD Werkgelegenheid. Zij behaalde een doctoraat in de geschiedenis en deed onderzoek naar onder andere ongelijkheden op de arbeidsmarkt. De toekomst van werk en zij maakt ook deel uit sinds kort van de werkgroep Sociale Impact COVID-19. Dus ook daarin zit zij helemaal in het thema van de avond. En daarnaast hebben we ook nog Piet van Avermaat, maar ik zie jou niet, Piet. Kan dat? Zien jullie hem wel? Ik ga eens kijken. Daar zit hij. Oké, ik heb een ander scherm opgezet. Sorry, Piet. Ik dacht eventjes dat jouw scherm misschien niet aan stond. Maar hij doseert onder andere multiculturalisme studies en meertaligheid in het onderwijs aan de UGent. En hij is onder andere expert op vlak van kansarmoede en sociale ongelijkheid in het onderwijs. En jullie weten het, mensen uit het publiek, jullie kunnen vragen stellen in de chat. We gaan eerst onder ons vieren wat doorpraten over deze thema's. Intussen kunnen jullie vragen al doorgeven en ook blijven stellen. En rond 9:15 trekken we alles open naar jullie. Om dan rond 9:45, 9:50 ongeveer af te ronden. Voilà, dat is meteen ook het verloop van de avond. Rachida, ik zou met jou willen beginnen als dat oké is. Jij bent zowel juridisch als theoretisch beslagen op vlak van ongelijkheid. Maar bij jou komt er, denk ik, nog meer dan bij ons, bij de andere drie hier vanavond, ook nog die beleefde of belichaamde ervaringen bij van ongelijkheid die jij doorheen heel jouw leven hebt moeten ervaren. En ik ben daarom extra benieuwd naar hoe jij die moord op Floyd en vooral de golf van protest die daarop gevolgd is, wat jouw visie daarop is. Ja, ik denk dat ik, net zoals de overgrote meerderheid van de mensheid, hoop ik toch, redelijk aangeslagen en gechoqueerd was door die moord die live eigenlijk gebracht werd op televisie. Wereldwijd. We zagen een man gedurende 8 minuten sterven. Op een gruwelijke manier. Door de hand of door het geweld op hem gepleegd van de politie. En dat is een heel krachtig beeld geweest. Omdat structureel geweld tegen minderheden in de Verenigde Staten, tegen vooral mensen met een zwarte huidskleur, om dat echt te visualiseren. Daar kon je niet naast kijken. Dat is heel krachtig en dat is heel in your face, zoals ze zeggen. En dus dat is heel chockerend en daar kan je inderdaad niet van wegkijken. Het heeft mij gechoqueerd. Het heeft mij doen inzien dat waar heel veel mensen over klagen,
al heel lang, hè, want het geweld in de Verenigde Staten tegen het zwarte lichaam, dat is iets wat al eeuwenoud is. Hè. Maar het is pas als je het echt voor je ogen ziet en als je het daadwerkelijk ziet afspelen voor je ogen, dat je beseft wat dat is. En in die zin vond ik het wel een kantelmoment, omdat je er inderdaad niet meer van kon of van kan wegkijken. Begrijp ik ook waarom mensen wereldwijd de straat zijn opgekomen. Ook hier in België. Mensen zijn het beu dat structuurinstituties hun macht op die manier zo radicaal en zo agressief en zo totaal misbruiken. Denk je dat die protesten, er wordt al soms gezegd van George Floyd gaat voor verandering zorgen. Stemmen zij al hoopvol, die protesten? Ja, de protesten aan zich stemmen mij zeker hoopvol. Ik was er ook zelf bij, wanneer was het, afgelopen zondag of de 2 weken geleden in Brussel. Die stemmen mij hoopvol, omdat je ziet dat... Dat we op een punt zijn gekomen waar we inderdaad zoiets hebben van we moeten hier massaal tegen in het gareel komen. We moeten hier massaal onze stem laten horen. Het stemt mij hoopvol omdat je ziet dat ook die protesten wereldwijd heel erg gemengd zijn ook. Het gaat niet alleen maar om mensen van kleur die op straat komen. Je ziet echt wel iedereen of heel veel jonge mensen en mensen van alle slag komen op straat om dit aan te klagen. Dus dat, in dat opzicht stemt mij dat wel hoopvol. Of dit echt gaat leiden tot de verandering, dat weet ik niet. Ik durf dat niet zo te zeggen. Het kan natuurlijk alle kanten uit. Hè? Want je ziet ook dat onmiddellijk na die protest of na die marsen en na die betogingen om steun te betuigen aan de Black Lives Matter movement, dat die ook weer gevolgd worden door anti-betogingen van nationalisten, van extreemrechtse groeperingen, die dan de leuzen scanderen van All Lives Matter en die racistische leuzen scanderen. Dus die tegenbeweging, die tegenkracht is daar ook en die is ook sterk en die wint aan terrein. En die heeft vandaag de dag in heel veel delen van de wereld ook gewoon de macht in handen. En dus om nu te zeggen van goed, dit gaat ten goede veranderen, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Mm-hmm. Ja. Ik weet niet, Anne en Piet, of dat jullie hier al direct op willen reageren of dat jullie liever hebben dat ik eerst nog eens op jullie thema's inzoom met jullie. Naar keuze. Ik vind het vrij moeilijk om er de juiste woorden aan te geven. Ik vond het ook bijzonder chockerend en aangrijpend. Er zijn natuurlijk de andere verhalen van zeker uit de VS, waar nog mensen door politiegeweld om het leven zijn gekomen. Maar om het nu inderdaad ook te zien gebeuren op die manier is natuurlijk nog veel chockerender. Ik denk dat mij op dit moment eerder angst inboezemt, omdat je dan inderdaad ook weer direct de tegenkrachten ziet en commentaren op die beweging dat het nu niet het moment is daarvoor. Allee, ja, klassieke excuses, zeg maar. Anderzijds ben ik er niet het slachtoffer van. Dus ik voel een soort angst van waar ik denk soms de maatschappij zie naartoe glijden. Maar ik denk dat het nog veel, veel anders is om zelf ook je te herkennen in de slachtoffers. En ik vond de opener van Sarah vond ik ook bijzonder beklijvend, omdat dat ook weer... Ja, dan voel je direct van daar is nog een ander soort herkenning erin. Het is niet afstandelijke angst of verwerpelijk vinden van zoiets. Het is echt wel het meevoelen. Mm-hmm. Zo dus. Ja, ik kijk ook nog eventjes naar jou, Piet. Of dat jij hier niet zo over wou, kwijt wou.
Wel, wat ik vooral interessant vind, is de vraag van, is dit een kantelpunt? En daar deel ik voor een stuk de zorg van Rashida. Ik denk dat er in de voorbije geschiedenis al heel veel momenten zijn geweest waar ik ook geen partij in was, absoluut niet. Maar waar er momenten, waarvan ik vermoed dat er momenten zijn geweest dat men dacht van, dit zal toch wel een kantelpunt zijn. Maar wat we vaststellen is dat, en als ik nu de vertaalslag maak naar onderwijs, dat we met zoveel systeemfouten in ons onderwijs worden geconfronteerd. En nogmaals, het is absoluut, en ik zal dit zinnetje nog meerdere keren herhalen, het is absoluut geen kritiek op leerkrachten of op directies of op schoolteams. Dit zijn voor mij systeemfouten. Maar ik denk, als ik zie wat voor mechanismen van discriminatie, niet-intentionele vormen van discriminatie, de subtiele vormen van discriminatie die we in onderwijs nog altijd zien. En nogmaals, vaak de onbedoelde mensen die zich niet bewust zijn van het feit dat er sprake is van discriminatie. En we komen daar misschien straks nog wel op terug. Dan denk ik van, ja, er zal toch meer nodig zijn dan dit. En misschien kunnen we dit inderdaad wel aangrijpen als een hefboom. En ik hoop het. En ik hoop vooral dat er bij heel veel jongeren dat zij die proteststem zullen blijven laten horen. Maar ik denk dat we echt moeten ingrijpen op systeemniveau om te kijken hoe we aan een aantal structurele problemen van discriminatie. En ik denk dat zich manifesteert in heel veel domeinen. Het feit dat bepaalde lokale overheden willen proberen om inderdaad het politieapparaat te wijzigen, vind ik goede tekens. Ik denk dat we daar in onderwijs ook moeten over nadenken. En dat er gelukkig scholen zijn die daar ook al stappen in zetten. Want jij bent onderwijsexpert en dan specifiek wat betreft ongelijkheid, kan je een soort van stand van zaken geven? Van hoe zit het nu precies op dit moment met die ongelijkheid binnen dat onderwijs? We weten allemaal dat ons onderwijs ongelijkheid reproduceert. Welke mechanismes zijn daar nu aan de hand? Ja, die ongelijkheid is, zoals je zegt, is hardnekkig. Hè? De eerste grootschalige data die we ooit gekregen hebben, zijn de eerste PISA-data van 2000, die gewezen hebben op een enorme kloof, een enorme cognitieve kloof, naast ook het feit dat er een niet-cognitieve kloof is vaak. Maar vooral die cognitieve kloof was manifest in 2000. We zien op de laatste PISA-data van 2018, zien we dat die kloof niet verkleint. Integendeel, ondanks het feit dat daar op heel veel manieren men probeert op in te zetten. En volgens mij komt dat omdat we, denk ik, te veel in de marge rommelen en morrelen en te weinig naar het fundament van dat systeem van onderwijs durven gaan kijken. Maar we zien die ongelijkheid in ongelijke instroom. We zien die ongelijkheid op vlak van doorstroom. We zien significante verschillen als het over zitten blijven gaat. We zien significante verschillen als het over de oriëntering en de transitie gaat. Om één klein cijfer te geven, we hebben het recent onderzoek is gebleken dat wanneer we naar het eindrapport van een leerling van het zesde leerjaar kijken en om voor een leerling met een migratieachtergrond een gelijkaardig advies te krijgen als een witte middenklasse leerling, dan moet die leerling gemiddeld op het rapport, op het eindrapport van het zesde leerjaar 10% meer halen. Dus met andere woorden, we zien dat systematisch, we zien dat in de wijze waarop we verwachtingen hebben. Ja, en zoals ik zei, die problemen zijn hardnekkig, ze worden er niet kleiner. Ondanks het feit dat we op een aantal thema's inzetten waarvan dat we dan denken dat dat de toverstaf is. En taal, ik weet dat dat even gevoelig is, taal is daar zo een thema van. Ja. Ja, het werd onder corona ook nog maar eens opnieuw duidelijk, hè, dat kinderen uit kansarme milieus verdwenen, letterlijk van de radar, geen computer hadden, niet gemakkelijk van thuis uit kunnen werken omwille van de leefomstandigheden enzovoort. Op vlak van arbeid hebben we eigenlijk ook zoiets gezien, hè, de verschillen tussen alle statuten van mensen, maar ook huisvesting, gezinnen,
ja, opeens werd duidelijk van ja, telewerken allemaal heel leuk, tenzij je arbeider bent en je helemaal niet kan telewerken. Al die vrouwen die in de zorg werken, die plotseling extra belast werden, alleenstaande ouders die het extra moeilijk kregen enzovoort. Is dat ook een reproductie van bestaande ongelijkheden die jij al eerder gedetecteerd had? Ik vermoed van wel. Ja, absoluut. Hetzelfde verhaal als bij Piet in feite. Dus het is al heel lang duidelijk dat we met een structureel probleem van ongelijke kansen zitten, ook op de arbeidsmarkt. Dat weten we al decennia lang ondertussen uit zowel internationale onderzoeken als het eigen onderzoek dat we doen. België is al jaren bij slechtste leerlingen van de klas voor wat betreft de kloof tussen personen van verschillende origines, tussen opleidingsniveaus, tussen leeftijden. Enkel wat betreft de genderloonkloof doen we het in internationaal opzicht goed. Maar als je dan daar weer gaat kijken naar bijvoorbeeld de werkzaamheidsgraad, het aandeel mensen die tijdelijk werken, dan zien we toch weer dat die kloof net zo goed bestaat. En de verklaring ligt voor een deel in zeg maar openlijke discriminatie. Mensen die niet aangeworven worden omdat de werkgever denkt dat ze zwanger zullen worden en uit zullen vallen, omdat ze denken dat mensen met minder taalkennis minder inzetbaar zullen zijn. Allee, dat soort openlijke discriminatie bestaat heel duidelijk en daar kunnen bijvoorbeeld praktijktesten een rol spelen. Maar andere uitsluitingsmechanismen zijn veel moeilijker te vatten, zijn onrechtstreekser en zijn waarschijnlijk nog veel belangrijker. En die gaan we inderdaad niet van vandaag op morgen kunnen oplossen. Denk aan opnieuw weer mensen die niet over het netwerk beschikken dat hen kan op weg helpen naar de VDAB, naar mogelijk een vakantiejob, dat soort dingen. Mensen die in dergelijke slechte woonomstandigheden zitten, dat ze eigenlijk heel moeilijk kunnen zoeken naar werk, of die bijvoorbeeld geen opvang hebben voor afhankelijke personen. Al dat soort dingen zorgt ervoor dat je eigenlijk onmogelijk de drempels kunt nemen die er bestaan. En daardoor is het uiteraard ook niet verrassend dat zelfs in heel goed bedoelde maatregelen dat we telkens opnieuw Matthäus-effecten zien. Neem nu bijvoorbeeld het extra kindergeld dat Vlaanderen wil geven nu naar aanleiding van corona. Op zich goed bedoeld, een maatregel die specifiek gericht is op de personen met de laagste inkomens, maar dat is weer iets dat je zelf moet aanvragen. Dus je moet al ofwel die informatie zelf vinden, ofwel een netwerk hebben dat je naar die informatie kan toeleiden. Je moet dan ook nog de technische kennis zeggen hebben, zeg maar, om een dergelijke aanvraag te kunnen invullen. Want dan gaan we ervan uit dat iedereen perfect weet wat zijn bruto loon is, wat dat 10% van zijn bruto loon is. Dus, allee ja, ik zeg maar, er gebeuren dingen, maar er wordt te weinig rekening gehouden met wat dat daar nu precies achter zit en hoe ingewikkeld het systeem eigenlijk is voor bijna iedereen eigenlijk. En om dan over te gaan naar corona, we zien eigenlijk vooral in mijn mening dat de coronacrisis een aantal zaken blootlegt en de risico's nog veel scherper toont die eigenlijk al inherent waren aan het systeem. Doordat we nu weer richting crisis gaan, komt dat eigenlijk veel harder aan de oppervlakte. Onderzoek toont nu ook al aan dat de beschermingsmaatregelen die de Wereldgezondheidsorganisatie heeft ingevoerd, die verschillende overheden ontwikkelden, dat dat heel sterk vertrok vanuit de context van relatief rijke landen of, als we dan kijken in België zelf, vanuit de context van relatief rijke mensen. Mensen die inderdaad middelen hadden om thuis te blijven, die ook thuis redelijk comfortabel zaten, die veilig waren thuis. En dat was eigenlijk het denkkader, bewust of onbewust. Hetzelfde bij telewerk. Telewerk was überhaupt niet voor iedereen toegankelijk. We zien dat vrouwen, personen met maximaal een diploma, lager secundair en jongeren
in sectoren werken die het minst toegang hadden tot telewerk. Dus zij konden sowieso niet op die manier zich beschermen voor eventuele besmetting. Wat natuurlijk, allee, vanuit een oogpunt welzijn op het werk, is de eerste vraag natuurlijk, is iemand fysiek veilig op zijn werk? Dat was al minder het geval voor die groepen. Anderzijds was zelfs voor de personen die wel konden telewerken tijdens de lockdown, dan niet het tovermiddel om werk en privé te balanceren. Want uw kinderen waren thuis, eventueel andere afhankelijke personen waren thuis. Niet iedereen had een rustige situatie. Dus waar dat we vroeger zagen dat een aantal dagen telewerk inderdaad de werktevredenheid verhoogt, kan ik mij niet inbeelden dat dat nu het geval zal blijken. Dus ik denk wel dat thuiswerken op zich een blijver gaat zijn, omdat dat voor veel mensen wel een positief verhaal is. Maar het punt is vooral dat eigenlijk alle maatregelen die nu genomen worden, tonen toch weer aan dat we sowieso met een arbeidsmarkt zitten met twee snelheden. En dat dezelfde groepen die al het minste kansen hadden, nu ook weer het zwaarst het slachtoffer zullen zijn of al zijn. Mm-hmm. Ja. Goeie alomvattende analyse is dat. Ook met soms is onderbreken. Nee, maar ik denk dat het heel goed is om de problematiek breed te duiden, dat jullie dat heel goed hebben gedaan. Maar de vraag is hier vandaag natuurlijk ook van, maar welke tools of wat hebben we nodig, welke maatregelen, hoe kunnen we zorgen dat, dat we die ongelijkheden die we nu zo zeer op scherp zien staan, dat we die recht trekken, hè? Ik weet niet of wie dat daar het eerst op wilt reageren van jullie drie. Ik denk dat wat we vooral in dit land moeten doen is wanneer je het meent met je ambitie om die ongelijkheid de wereld uit te helpen, dat je in dit land toch stilletjes aan gaan moet beginnen erkennen dat die ongelijkheid er is en dat die reëel is en dat die het leven van heel veel mensen heel erg zwaar negatief beïnvloedt. Dus dat is de eerste stap. Ik heb het gevoel dat we vaak nog in een stadium zitten van ontkenning, van het zal niet zo erg zijn. En men wil daar eigenlijk niet te veel over bij stilstaan. Ook vanuit een zeker gevoel van wij doen het goed, wij hebben goede intenties. Dus er is geen probleem rond ongelijkheid. We discrimineren niet, er is geen racisme, want wij zijn in C goede mensen. En wij doen niks fout. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat niet om mensen die goed of slecht zijn, of mensen die willen ook niemand een schuldgevoel aanpraten. Het gaat inderdaad, zoals Piet zegt, het gaat om een structuur die zodanig in elkaar zit dat sommige mensen daaruit vallen. Dat sommige mensen benadeeld worden. En dat moet rechtgetrokken worden. Dus ik denk, daar moeten we nu bij. We moeten dat erkennen dat daar een probleem is. En dan moet je die stappen zetten. Want ik denk ook die vertoning die we de laatste dagen hebben gezien, ook vanuit de Vlaamse regering, waarbij men het zoveelste monitoringssysteem op poten gaat zetten en het zoveelste onderzoek wil gaan doen, dat is ook weer zo een soort van uw kop in het zand steken en de problemen voor u uitduwen en niet erkennen dat de realiteit is, dat we daarmee zitten, dat er zijn al genoeg onderzoeken, er zijn al genoeg academische doctoraten geschreven over deze thematiek. Hoeveel onderzoeken en hoeveel monitoringssystemen hebben we nog nodig om duidelijk te maken dat die ongelijkheid en die discriminatie dat een realiteit is. Nu moeten we echt overgaan tot handelingen, tot gedragsveranderingen, tot het nemen van heel concrete maatregelen om die ongelijkheid eindelijk eens de wereld uit te helpen. Mm-hmm. Nu, je hebt het ook over de praktijktesten, Rashida. Want meer, ja. Natuurlijk ook bedoeld als incentive om natuurlijk die verandering in gedrag te verkrijgen, denk ik, toch?
Ik heb je vraag niet begrepen. Die praktijktesten zijn niet om te testen of om onderzoek te doen, maar juist als incentive om toch echt een verandering in gedrag te krijgen. Absoluut, om dat gedrag te vast te stellen en daar een reactie tegenover te plaatsen. Hè? Zodanig dat mensen zich dat niet meer doen. Hè? Dat is nu eenmaal de taak van de overheid. Als je als overheid jezelf ertoe verbindt om elke mens op een gelijkwaardige manier te behandelen, rechtvaardig en billijk, dan moet je daar als overheid ook een systeem tegenover zetten die dat mogelijk maakt. En die mensen die... En wanneer mensen niet op die manier behandeld worden, niet op een rechtvaardige, niet op een billijke manier worden behandeld, dat daar ook een reactie op kan komen vanuit diezelfde overheid. Als je dat als overheid iets belangrijks acht, als je dat belangrijk vindt, dan moet je daar inderdaad maatregelen tegenover zetten. En dat doet men vandaag niet. Mm-hmm. Of veel te weinig, alleszins. Ja, klopt. Het is zelfs straf dat het zo moeilijk is om die praktijktesten gewoon invoegen te krijgen. Hè? Dat daar zelfs discussie over. Er is zelfs rond het woordgebruik alleen al. Is daar een grote discussie. Hè? Je mag het niet praktijktesten noemen, want dat is waarom zou je dat niet kunnen doen? Waarom zou je een probleem niet een probleem vinden? Waarom zou je noemen liever? Waarom zou je het niet kunnen hebben over racisme? Waarom zou je het niet kunnen hebben over machtsstructuren die maken dat je in een positie van een minderheid zit die niet veel kan doen? Die overgeleverd is aan degene die de macht wel in handen hebben. Mm-hmm. Ja. Piet, wat zie jij als mogelijke maatregelen die we zouden kunnen treffen op vlak van onderwijs? Om aan te sluiten bij wat Rachida daarnet zei, ik denk dat in onderwijs, mede dankzij PISA, ook al ben ik vaak kritisch op PISA en de interpretatie van PISA, maar mede dankzij PISA worden we wel degelijk geconfronteerd met het probleem. En achtereenvolgende ministers, en ik denk van Frank van den Broek het meest uitgesproken, heeft die PISA-cijfers ook gebruikt en die ongelijkheid die zo zichtbaar was gebruikt om te zeggen, we moeten hier beleid rondvoeren. Volgens mij zit dus voor onderwijs niet daar het probleem. Er zijn zeker mensen die ongelijkheid nog altijd proberen te ontkennen. Maar volgens mij zit het grote probleem in de wijze waarop we die ongelijkheid willen aanpakken. En we blijven vasthouden aan een model van achterstandsdenken. En dat hangt weer samen met dat gegeven van niet durven nadenken op wat zijn een aantal structurele drempels. We leggen de verantwoordelijkheid en de oorzaak van de achterstand bij het individu. Nu leggen we het bij corona, maar vaak leggen we het bij het feit dat kinderen met migratieachtergrond thuis hun eigen taal spreken in plaats van het Nederlands. En dus gaan we dat bijspijkeren en gaan we die leerlingen apart nemen. Nu zijn daar ook plannen om leerlingen apart te nemen. We gaan zomerklassen organiseren op zich met goede intenties. Maar heel veel van de maatregelen die men neemt, vertrekt vanuit wat we noemen deficiëntie, dat achterstandsperspectief. En ik denk dat dat een enorme omslag is die we moeten maken in de wijze waarop we onderwijs organiseren. Zoals ik daarnet al zei, we moeten kijken naar die structurele drempels. We moeten ons bewust zijn van het feit dat kinderen met een migratieachtergrond procentueel veel meer kans hebben om in een BSO terecht te komen in plaats van in een ASO. Het is zoals Anne daarnet ook zei, het hangt heel sterk samen met de mate waarin dat je sociale netwerken hebt, dat je daar dat kunt omzeilen. Een Amerikaanse collega die sprak ooit eens over, hij noemde dat caring mothers. En vaak zie je dat zij degene zijn die het verschil maken. Moeders die zeggen, moeders van kansarme kinderen, die zeggen van nee, ik volg het advies niet van de school. Ik geloof wel in mijn kinderen en ik ga ze wel naar een onderwijsrichting sturen en ik zal ze kunnen ondersteunen. Maar niet iedereen heeft het wat we dan noemen symbolische, sociaal of culturele kapitaal of de netwerken om dat te doen. En daarom is voor mij het systeemonderwijs aanzet en niet dat systeem dat zegt van oké, ocharme sukkel, we zullen nu een beetje bijspijkeren door jou apart te nemen in een taalbadklasje, in wat we noemen pull-out classes. Alle wetenschappelijk onderzoek toont aan dat die taalbadklassen zo goed als geen effect hebben en in de long run helemaal het verschil maken. Integendeel, we weten juist dat wanneer
wanneer we heterogeniteit benutten, wanneer we sterke en minder sterke leerlingen bij elkaar zetten, dat die zich juist aan elkaar kunnen optrekken. Door die sterke bij elkaar te zetten in niveaugroepen en die zwakken bij elkaar te zetten onder het mom van we gaan die bijspijkeren, creëer je juist, dreig je juist je kloof nog maar te vergroten. Oké, dus ik heb hier van jullie samen al gehoord. Allereerst het probleem erkennen. Het is erg genoeg dat dat nog moet aangegeven worden, hè, maar het probleem erkennen en daarnaar handelen. Die praktijktesten zijn gepasseerd als voorbeeld. Niet meer vanuit het individu denken. Anne, heb jij er daar nog aan toe te voegen? Ja, ik denk eerst en vooral zijn er al jarenlang zijn er enorm veel maatregelen bedacht. Onder andere de praktijktesten, dat is een idee dat natuurlijk jaren teruggaat. Bovendien hebben we sinds eind 2018 een KB dat het ook mogelijk maakt dat de federale sociale inspectie mystery calls doet. Jammer genoeg is dat KB op die manier geformuleerd dat het praktisch bijna onuitvoerbaar is. Dus de voorwaarden waar je aan moet voldoen vooraleer je effectief een valse sollicitatie mag doen als inspecteur, zijn zo hoog dat eigenlijk 2 jaar na datum nog altijd niet vaak is kunnen invoeren. Maar nu op zich, het bestaat allemaal. En daarom vind ik het nog vreemder dat daar nu weer zo'n hetze rond is. Dit is niet nieuw. Monitoring uiteraard bestaat ook al. Daar wou ik op zich nog bij aanvullen dat voor mij... Allee, ik ben wel groot fan van meten. Dus ik denk wel dat het belangrijk is om te blijven monitoren hoe groot de ongelijkheid is. En dat zo gedetailleerd mogelijk bloot te leggen. Wat ik wel fout vind, is om één indicator te nemen en dat te zeggen van oké, dat is nu het zaligmakende getal waar we naartoe willen. En voor de arbeidsmarkt is dat dan economische groei en of de werkzaamheidsgraad. Ik denk dat we daar sowieso vanaf moeten. We moeten kijken naar verschillende indicatoren die kijken wat er kwalitatief aan de hand is en hoe verschillende groepen het doen. Een gemiddelde zegt absoluut niks. Je ziet dat ook als je gaat kijken naar de kloof tussen verschillende groepen in verschillende steden in België. Dan zie je dat er bestaan steden in ons land waar er zeer hoge ongelijkheid is. Maar een hoog niveau van werkzaamheidsgraad bijvoorbeeld. We zien steden waar er een heel kleine kloof is, samen met een heel hoog niveau van werkzaamheidsgraad. Maar we zien ook de twee andere combinaties. Dus op zich zegt het algemene macro-economische niveau van uw stad zegt eigenlijk niets over hoe groot dat de ongelijkheid daarbinnen dan is. En dat kan natuurlijk voor de personen die daar dan aan het kortste eind trekken, kan dat even erg zijn. Het maakt niet uit wat dan het algemene niveau is, als jij nog altijd degene bent die dan uiteindelijk zonder job zit. Anderzijds denk ik ook wel dat die lokale verschillen duidelijk maken dat maatregelen wel helpen. Dus dat je ook wel iets kan doen als een overheid en dat je dat moet doen. Maar wat maatregelen denk je dan specifiek? Ja, ik denk bijvoorbeeld mensen opleidingen geven, buddy-systemen om mensen werk te helpen zoeken, werken heel goed. Ook mensen die nieuwkomers zijn en de taal nog niet kennen, toch deeltijds laten werken en dan met een taalbuddy aan de slag te gaan, dat blijkt heel goed te werken. Dus dat zijn eigenlijk niet heel moeilijke dingen. Natuurlijk geldt dat ook weer niet voor alle groepen, maar... zeker voor mensen die de capaciteiten hebben om in te stappen. Anderzijds zijn er een aantal drempels weer die structureel zijn, die je eigenlijk eerst moet aanpakken. En dan denk ik bijvoorbeeld aan kinderopvang voldoende toegankelijk maken. Eventueel, wat mij betreft, zelfs de leeftijd
om naar de kleuterschool te gaan, te verlagen. Dus kinderen vanaf 3 jaar al verplicht naar de kleuterschool laten gaan. Om mensen de kans te geven om überhaupt die vrijheid te hebben om naar werk te zoeken of om meer te kunnen werken. Wat ik ook zeer, zeer belangrijk vind, is in de eerste plaats een zeer degelijke sociale zekerheid. Mensen die in armoede zitten, kunnen ook geen werk vinden. Die zitten met andere zorgen. Onderzoek toont ook aan dat een langere periode van armoede je IQ laat dalen. Dus dat betekent gewoon dat zo gauw dat iemand in een situatie van armoede zit, sowieso niet dezelfde kansen heeft om werk te kunnen vinden. Dus je moet eigenlijk ook zien dat er gewoon een vangnet is waardoor je niet onder een bepaalde minimumgrens kunt geraken. Ja, ik denk dat je daardoor ook, en dat had ik ook in de voorbereiding van dit gesprek, maar het is een thematiek waarin alles lijkt samen te komen. Ik moest ook nog denken rond Swissport, het faillissement van die bagageafhandelaar. Hoe zeer dat we onszelf als samenleving ook in een padstelling hebben gevrongen. Hè? Want je zit daarmee een bedrijf, moet je daar als overheid en dus wij allemaal samen als belastingbetaler in investeren. Zijn eigenlijk niet oké met de manier waarop dat ze met hun mensen omgaan. We kunnen eigenlijk ook niet meer zo blijven investeren in vliegen. Hè. Ook het redden van die vliegtuigmaatschappij speelt daarin een rol. Tegelijkertijd staan daar heel veel mensen op straat. Wilt gaan samenleving zorgen dat die wel een job hebben? Alles komt samen. Hè. Het zijn ook weer de kwetsbaarsten die het eerst getroffen worden, hè, die arbeiders. Het zijn niet de mensen met de meeste privileges, om het dan maar zo te noemen, vaak. Dus ja, hoe geraken we daaruit? Ik leg het nog iets voor jullie voeten, maar zijn dat ook dingen waar jullie mee bezig zijn geweest de afgelopen weken? Ja. Ik weet niet of ik al terug maar nog eens. Alleszins, wat een kwestie zoals Swissport betreft, denk ik dat we absoluut niet het bedrijf moeten redden, maar de werknemers. Wat betekent dat we die mensen outplacement moeten geven? En in feite zou dat zelfs niet enkel voor werknemers van een groot bedrijf toegankelijk moeten zijn, maar ook iemand die bij de bakker werkt en zijn job verliest, zou eigenlijk ook een outplacement traject moeten krijgen, direct toegang tot opleiding. Bovendien moeten we heel duidelijk de keuze maken dat alle jobs waardige jobs moeten zijn. Dus nulurencontracten, nepstatuten die geen toegang hebben tot sociaal overleg, dat kunnen we als democratie niet maken, vind ik. Dus daar moeten we er ook voor kiezen om dat soort jobs niet in stand te houden, maar wel te zorgen dat er een kader is waarbinnen deftige jobs worden gecreëerd. En natuurlijk dat we ook zorgen dat het minimumloon ten allen tijde ook toereikend blijft. Ik zie dat de tijd ook voorttikt, dus ik ga al eens kijken naar een aantal vragen die in de chat zijn terechtgekomen. Ik denk dat jullie ze ook mee kunnen zien. Ik zag hier iets passeren rond erfrecht. Dat is iemand die zegt, iets waar je haast nooit over hoort in de ongelijkheidsdiscussie, is het erfrecht en alle achterpoortjes die daarbij komen kijken. Nochtans lijkt me dat een belangrijke oorzaak van ongelijkheid in startkansen. De een wordt geboren als miljonair, de ander als arme luis. Is er daar wat over te zeggen? Absoluut. Ongelijkheid wordt niet enkel verklaard door onderwijs en de werking van de arbeidsmarkt. Het is niet zo dat er een zuivere premie op opleiding bestaat, hè, en dat je dan daarna vertrokken bent. Dat lijkt ook samen met de werking van uw kapitaalmarkt, uw belastingstelsel, absoluut, uw uitkeringen. Dus helemaal mee eens. Mm-hmm. Ja, dat is ook die afbouw van heel de sociale zekerheid, hè, in principe. Zorgt de staat voor herverdeling, maar we merken dat dat toch ook een systeem is dat feilbaar is, om het
eufemistisch te zeggen, wat dat betreft. Denk jij, Rashida, zo inbreken in erfrecht, dat dat een goede evolutie zou zijn? Ik denk dat heel die discussie rond vermogensbelasting bijvoorbeeld, dat dat wel een interessante piste is, hè, om inderdaad die herverdeling te kunnen doen. Maar, maar zoals je zei, dat zijn dingen die bijna die heel moeilijk zijn om over te praten en om daar iets rond te doen. Ik heb het gevoel inderdaad dat wij in een samenleving zitten die misschien zich inderdaad wel bewust is van een aantal ongelijkheden, maar bereid is om die ongelijkheid erbij te nemen ten voordele of ten bate van een kleine groep van bevoordeelden die genoeg kapitaal hebben, die geprivilegeerd zijn, die rijk genoeg zijn. En om dat in stand te houden, is men wel bereid om die ongelijkheid erbij te nemen. Dus ik denk, heel fundamentele discussies rond vermogensbelasting, rond basisinkomen voor iedereen bijvoorbeeld. Dat zijn dingen die een piste zijn naar verandering. Maar dat zijn discussies die ook heel erg moeizaam verlopen. En die ook tegengehouden worden heel vaak door het beleid. Of het beleid is niet bereid om daar echt diepgaand op in te gaan. En dat is denk ik ook om een stuk om die status quo te bestendigen. Hè, van hoe het nu is. Hè, die ongelijkheid is daar nu eenmaal. Die kleine groep die het goed heeft, die komt aan een bepaalde prijs. En men is niet van plan om daar werkelijk iets aan te doen. Hè. Dat is ook een vorm van geweld. Hè. Dat je aanbrengt of toebrengt aan een grote groep van mensen die het niet goed hebben. Dat is iets anders dan het geweld dat gepleegd werd op George Floyd. Dat fysiek geweld is, maar geweld heeft verschillende facetten of verschillende gezichten. En een van die gezichten is dit, hè, dat men hele grote groepen van mensen in de armoede houdt, dat men de rijkdom niet herverdeelt en dat men ongelijkheid bestendigt. Mm-hmm. Ja. Piet? Ja, dit is uiteraard mijn expertise-terrein niet, maar als ik de link leg naar onderwijs, dan vind ik het fascinerend om soms stemmen te horen die eigenlijk in de richting gaan van wat Rashida ook zegt. Er zijn mensen die zeggen van, ja, maar kijk eens, om als land economisch competitief te zijn, heb je maar een elite nodig van pakweg 10%. En de rest is voetvolk. Vanuit dat, en nogmaals, Anne, ik kom nu op jouw terrein, hè, en je moet mij maar tegenspreken, maar dat is een van de zorgen die ik op dit moment wel heb, dat ik vind dat ons onderwijs veel te veel zich begint te schikken naar in een neoliberaal marktmodel, waarbij onderwijs alleen nog moet voorbereiden voor bepaalde segmenten van de markt. Ik vond het frapperend toen, ik denk dat het de 2012 of 2015 PISA-data waren, waar we op een bepaald moment zagen dat Het hoogste percentage, de 10 hoogste percentages, dat daar over een langere periode er een geen vooruitgang was en een kleine knik in de scores, een kleine achteruitgang. Dit heeft een aantal mensen ertoe geleid om een aantal jaren terug het hele verhaal rondom gelijke onderwijskansen te proberen ondergraven. En is men daar ook wel wonderwel in gelukt. En vanuit de redenering van ja, maar we moeten wel opletten dat we ook in die sterkste, in die hoogste niveaus investeren. En pas op voor alle duidelijkheid, ik ben daar ook voorstander van. En ik vind dat ook belangrijk. Alle leerlingen en alle kinderen moeten maximale leerkansen krijgen. Maar je ziet dat daar in rondom onderwijs zeer sterk vanuit een markteconomisch model wordt geredeneerd. En de ongelijkheid aan de onderkant, die neemt men daar dan inderdaad heel makkelijk bij. Mm-hmm. Ja. Een vraag die ik hier nog zag passeren is, kennen we in Vlaanderen en Brussel, naast de helaas grote ongelijkheid, ook al succesverhalen in het wegnemen van structurele drempels in het onderwijs? Zo ja, wat gebeurt er dan concreet en welke actoren spelen daarin een rol? Dat lijkt mij ook een vraag voor jou, Piet.
Maar er zijn zeker een aantal mooie voorbeelden, onder andere Brussel, maar er zijn andere plaatsen in Vlaanderen ook waar men bijvoorbeeld heel sterk inzet op tienerscholen. Vanuit de redenering tienerscholen, waarbij men eigenlijk de laatste graad van het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs meeneemt. Waarom opteert men daarvoor? Omdat we vaststellen dat die transitie van basis naar secundair onderwijs een moment is waar je echt enorm, het begint vroeger, dat is duidelijk, maar waar je een enorme start van die ongelijkheid krijgt. Naar waar je georiënteerd wordt, ASO, TSO, BSO, is zo bepalend voor je doorstroomkansen, voor het behalen van een diploma, hoger onderwijs enzovoort. En vandaar dat er dus inderdaad onder andere in Brussel, maar op een aantal andere plaatsen ook geïnvesteerd wordt in, en geëxperimenteerd wordt met tienerscholen. Ik denk dat dat zeer interessante bottom-up initiatieven zijn. Jammer genoeg initiatieven die niet echt door de overheid worden ondersteund. Integendeel, de Vlaamse overheid heeft een historische kans gemist door het voorstel van de commissie Monnar om de eerste graad van het secundair onderwijs fundamenteel te hervormen, om dat gewoon compleet in te doen. Dat is een fundamentele kans, maar wat ik, die men gemist heeft. Maar wat ik zie is dat er inderdaad hele mooie bottom-up initiatieven zitten. Gebeuren. Maar het hoeft niet altijd in die grote structurele zaken te zijn. Ik zie ook in scholen op zich, of tussen scholen in bepaalde buurten, weerom bottom-up een aantal hele mooie initiatieven ontstaan. Kijk, daarnet zeiden we, en je hoort ook vaak, en iedereen heeft nu de mond vol, door corona wordt de ongelijkheidskloof tussen leerlingen nog gigantisch vergroot. En we moeten daar iets aan doen. En iedereen klopt zich op de borst dat we daar iets gaan aan doen. Maar het probleem was structureel vroeger al aanwezig. En wat je dus ziet, is dat scholen die een sterk beleidsvoerend vermogen hadden voor corona, scholen waar er een sterke teamwerking is, scholen die op een constructieve manier met diversiteit omgaan, scholen die investeren in het professionaliseren van hun leerkrachten, dat zijn scholen die ook in corona het verschil hebben gemaakt. Scholen die geen sterk beleidsvoerend vermogen hadden, dat waren de scholen die over het algemeen de ouders, de kwetsbare ouders, niet konden bereiken. Scholen die een sterk beleidsvoerend vermogen hadden, een sterke teamwerking hadden. Het zit dus vaak in die hele kleine dingen ook. Dat waren scholen die tijdens corona de ouders veel makkelijker konden bereiken. Het zit in hele kleine dingen. Bijvoorbeeld, een ander voorbeeld is, en dat zie je onder andere in Brussel, maar weerom op heel veel andere plaatsen ook, waarbij dat scholen anders gaan nadenken over de relatie met ouders. Wanneer er op een klassieke manier wordt nagedacht dat de ouder naar de school moet komen voor het oudercontact en daar voor de zoveelste keer te horen krijgt dat zoon of dochter het niet goed gedaan heeft en dat hij harder moet studeren, dat de ouders dat wat beter zouden moeten ondersteunen, dan gaan ouders naar huis met de demotivatie van ja, maar kijk eens, ik ben bezorgd dat mijn zoon of dochter gaat overkomen wat mij is overkomen. En dan zie je dat soms als een kaartenhuisje in elkaar durft te vallen. Scholen die resoluut kiezen voor een andere school-oudersamenwerking zijn scholen die het verschil maken op lange termijn. Dus het in, ja, zowel op het macroniveau, maar scholen kunnen heel veel doen. En er zijn scholen die ook heel veel doen op dat microniveau door een ander beleid te voeren. En nog een laatste voorbeeld, een evaluatiebeleid. Wat we zien is dat scholen die bewust kiezen voor een meer geïntegreerde vorm van evaluatie, in plaats van scholen die kiezen voor ik geef les en aan het eind van de rit gaan we examineren en de toetsen die worden enkel en alleen maar gebruikt om beslissingen te nemen en om ouders te informeren waar zoon of dochter naartoe mag, tegenover scholen die veel inclusiever, een inclusievere evaluatiebeleid hebben, die evaluatie gebruiken om leerlingen te ondersteunen in hun leerproces, dat zijn scholen die het verschil maken. Maar die scholen worden de dag van vandaag onvoldoende ondersteund door het beleid en krijgen vaak ook onvoldoende middelen, maar vooral onvoldoende steun om zichzelf te professionaliseren, om daar nog meer werk te kunnen van maken. Mm-hmm. Ja, ik vind het eigenlijk ook wel een mooie vraag om breder open te trekken naar jullie, Anne en Rachida. Zijn er initiatieven die jullie kennen of good practices waarvan dat jullie zeggen, ja, klein of groot, maar daar wordt een verschil gemaakt?
Rachida, ik zie jou diep nadenken. Ja, zeg maar. Wie, ik? Ja. Als je het hebt, hè. Ik vind het moeilijk om te zeggen van of er goede, ongetwijfeld zullen er wel good practices zijn. Alleen, ik ben opgegroeid in Borgerhout in Antwerpen. En ik ga daar regelmatig ga ik terug, want mijn moeder woont daar nog. En ja, ik heb het gevoel dat daar toch ook niet heel veel veranderd is. Hè, de verhalen die mijn neefjes meebrengen naar huis, over de school bijvoorbeeld. Leerkrachten die op een bepaalde manier de leerlingen bejegenen. Het advies dat die leerlingen krijgen op het einde van het zesde leerjaar. Heel weinig geloof in de capaciteiten van die kinderen. Dat zijn dingen die ik zelf ook heb meegemaakt als jong kind. Opgroeiende in die wijk, in dat deel van Antwerpen. En daar heb ik het gevoel van de... Ja, het zelfs om de tijd stilstaat. Hè. Je ziet ook heel veel jonge mannen die werkloos zijn ook. Ook een situatie die ik heb meegemaakt. Ik bedoel, ergens midden jaren 80 zijn heel veel eerste generatie Marokkaanse mannen zonder werk komen te vallen. Omdat de fabrieken sloten, omdat er geen werk meer was. En ja, wie wordt dan het eerste aan de deur gezet? Wel, dat zijn mensen met een kleurtje, heel vaak. En die werkloosheid heeft toen ook heel erg zwaar ingehaakt in de wijk zelf. En ik heb het gevoel dat zich voortzet tot op de dag van vandaag. Dus het kan wel goed zijn dat er interessante, leuke initiatieven zijn die als good practices kunnen worden aangemerkt. Maar ik moet heel eerlijk zijn, ik vind het ruim onvoldoende. Omdat het in essentie niet heel veel verandert aan het bestaan van heel veel mensen. Je ziet ook heel veel mensen die ook hogere studies aanvatten. En als je het dan hebt over discriminatie bij aanwerving bijvoorbeeld, zie je ook dat die jongens en meisjes met diploma's keihard moeten knokken om een plek te bemachtigen ergens. En dat zij veel vaker geconfronteerd worden met afwijzing. Ondanks het feit dat zij hogere diploma's hebben. Ondanks het feit dat zij de taal wel goed spreken. En dan hebben zij hebben geen buddies nodig om begeleid te worden. Dat zijn intelligente jonge mensen die capaciteit hebben, maar die de deur voor hun neus dicht krijgen. Dus ik wil niet cynisch zijn, maar het gaat wel over... Het gaat wel over de kansen fnuiken van hele generaties. Mm-hmm. Van de mogelijkheden afstompen of dichtknijpen van hele generaties van mensen die vol energie zitten, die capaciteiten hebben, die goesting hebben om iets met hun leven aan te vangen. En dat verhaal zie ik wel heel vaak. Waar ik dan wel hoopvol van word... En dat zijn misschien dan mijn good practices, zijn dan wel dat heel veel van die jonge mensen zeggen van goed, als we geen job kunnen krijgen bij bedrijf X of bij de overheid, omwille van het feit dat ik een hoofddoek draag bijvoorbeeld. Hoeveel onderwijsjobs zijn er die niet mogelijk zijn voor heel veel jonge vrouwen, omwille van het feit dat ze een hoofddoek dragen? Dat is eigenlijk ondenkbaar dat je dat nog als criterium naar voren schuift vandaag in anno 2020 in België. Wat mij dan wel hoopvol stemt, is dat dan heel veel jonge mensen zeggen, we doen het zelf, hè. We creëren onze eigen tewerkstelling. We gaan aan de slag met onze capaciteit op onze eigen manieren. En zo zijn er heel wat start-ups en bedrijfjes in allerlei domeinen. Die het goed doen en waar men probeert toch iets te doen. En je ziet dat in alle sectoren. Hè. Je ziet dat in de communicatie, in,
In allerlei domeinen, zelfs in de kunsten waar ik nu werk, in die sector, zie je dat heel veel jonge kunstenaars van kleur eigen initiatieven beginnen, hè, om hun verhaal te doen, om hun kunst te kunnen beoefenen. En ze wachten niet meer op de grote huizen die hen dan een podium geven of die hen een kans geven. Mm-hmm. Ja, natuurlijk betekent ook dat het enkel voor de zeer ondernemenden weggelegd is. Hè. Ja. Anne, ik heb jou ook zien knikken terwijl Rashida aan het praten was. Ja, ik had al daar straks een aantal lokale maatregelen die op zich, ja, dat zijn best practices in de zin dat ik natuurlijk geen enkele werkgever zou afraden om dat te doen. Maar dat is zeker niet voldoende. Dat is absoluut niet voldoende om de kloof die er structureel bestaat aan te passen. Iets wat wel werkt, is wetgeving. De reden waarom bij ons de genderloonkloof alleszins per uur zoveel kleiner is dan in veel andere landen, is omdat het gewoon bij wet verboden is om daarop te discrimineren. Uiteraard zijn er ook mensen die dan de wet zullen overtreden, maar die kun je dan tenminste ook straffen daarvoor. Dus ik denk dat alleszins een piste is die we ook voor andere groepen moeten meer moeten betoneren. Dat we ook daar wetgeving over andere aspecten, niet in het minst over wie dat je aanwerft en op welke grond dat je dat doet. Want wat bijvoorbeeld ook verboden is, is om aan een persoon die op sollicitatie komt te vragen: ben jij van plan om in het komende jaar een kind te krijgen? Dat mag je niet doen. Het zal nog gebeuren, maar je kan dan tenminste, het zij met de hulp van een vakbond, daar iets tegen proberen doen. Dus ik denk dat heel belangrijk is. Iets anders wat meer een persoonlijk aanvoelen is, maar iets dat mij toch enigszins hoopvol heeft gestemd, was eigenlijk wel de aanvankelijke overheidsreactie op corona. Meer bepaald de initiële reactie die toch wel was grote inspanningen doen op maatschappelijk niveau om eigenlijk de zwaksten vooral te beschermen tegen die ziekte. En daarbij onmiddellijk dan ook proberen om het inkomensverlies op te vangen zodat die inspanning, het eventueel thuisblijven, ook mogelijk wordt gemaakt met de hoogste vervangingsratio bij de laagste inkomens. Eén opmerking daarbij is dat het hielp dat bij ons dat soort instrumenten al bestonden van vroeger. Dingen zoals het overbruggingskrediet of de tijdelijke werkloosheid, die bestonden al. In tegenstelling tot een land als de VS, waar ze dat van nul hebben moeten uitvinden en dus onmiddellijk ook een veel grotere klap hebben ervaren. En uiteraard was die eerste reactie nog altijd problematisch voor personen die sowieso al dicht bij de armoedegrens zaten, waar zelfs een hoge vervangingsratio van de uitkering niet voldoende was. Mensen die een broodnodige tweede job verloren, waarvoor niet werd gecompenseerd. Bovendien is er heel sterk uitgegaan initieel van een klassieke werkende. En er vielen dus mensen uit de boot, mensen die nog geen werk hadden, mensen in niet-standaard contracten. Maar al bij al stemde mij dat hoopvol dat er wel op die schaal onmiddellijk werd gereageerd. De laatste weken heb ik het gevoel dat er veel meer ongeduld is vanuit de politiek om terug te gaan naar de business as usual, economie voorop. Terwijl we zien in alle gegevens die we monitoren op dit moment, dat het net weer de groepen zullen zijn die het altijd al het zwaarst hadden, die ook de komende tijd de zwaarste impact nog zullen dragen. Dus wat we nu moeten doen is verder gaan, veel gerichtere, veel sterker herverdelende maatregelen nemen. Omdat we anders de kloof nog kunnen vergroten. En net zoals in het onderwijs dat risico bestaat, bestaat dat op de arbeidsmarkt uiteraard ook. En dus zeker nu in de exit moet de nadruk blijven liggen op bescherming. Niet alleen fysieke bescherming. En je kan niet verwachten dat iemand
terug aan het werk gaat als je niet in veilige omstandigheden kan gaan werken, als er geen opvang is voor afhankelijke personen, als het openbaar vervoer niet functioneert, dan kan je mensen niet vragen om zonder meer terug aan het werk te gaan. En daarnaast moet de nadruk blijven liggen op bescherming van een leefbaar inkomen. Zoals ik daar straks zei, eens dat je in armoede terechtkomt of eens dat je in langdurige werkloos terechtkomt, is het heel moeilijk om daar weer uit te geraken. Je verliest vertrouwen in jezelf, je verliest ook een aantal competenties. Dus we moeten eigenlijk voorkomen dat het zo ver komt. Dus ik zeg het, ik ben op zich redelijk hoopvol, omdat die eerste reactie er wel was en omdat er ook wel geprobeerd is om zoveel mogelijk te identificeren wie er dan toch nog uit de boot viel, wie er niet in aanmerking kwam voor een vervangingsinkomen bijvoorbeeld. Maar als we nu proberen te snel terug naar business as usual te gaan, dan gaan we sowieso opnieuw naar een grotere ongelijkheid en naar meer uitsluiting. Ik zag dat er iemand nog voor jou specifiek zei rond wetgeving en dat de boetes van overtredingen zo laag zijn dat werkgevers die gewoon naast zich neerleggen. Dus ik maak daar iets op, ja. Ik denk ook daar weer dat we vooral ook weer met een probleem zitten van ook ongelijkheid tussen ondernemingen. Het zullen nu ook weer vooral kleine ondernemingen zijn die de zwaarste gevolgen gaan dragen. Grote ondernemingen zullen wel reserven hebben, zullen minder dividend uitkeren. En allee, dat verschil bestaat even goed in wetgeving. Het klopt dat zeker een multinationale onderneming dat kan betalen en dus inderdaad op het moment dat er een klacht voor discriminatie is, dat ze die kunnen afkopen. Maar dat geldt zeker niet voor alle werkgevers. Mm-hmm. En allee, ik denk dat toch het afradend effect zeker wel bestaat. Mm-hmm. Onze economie bestaat niet alleen uit dat soort mastodonten die dat zomaar naast zich neer kunnen leggen. Ja. Ik zie hier nog twee vragen voor Rachida, maar zij is er eventjes uit, zoals aangekondigd, wat later dan verwacht. Maar hebben jullie nog vragen voor Piet of Anne? Zo ja, smijt ze dan vooral in de chat. Ik zie hier... Is het mogelijk dat alle of veel mogelijke oplossingen afgeremd worden door het winstbejag van enkele? We kunnen dat oplossen door een vermogenswinstbelasting, maar ik zie dat weinig haalbaar op nationaal niveau. Kunnen we dit Europees of mondiaal aanpakken? Ja, het is helaas niet mijn expertise, maar ik ben het er sowieso mee akkoord dat ook vermogens meer belast moeten worden. En allee, wat mij betreft ook een progressievere inkomensbelasting. Want uiteraard, ja, ik vind ook dat we meer moeten investeren in onderwijs. Dus om dan terug naar Piet te gaan. Ik vind dat we meer... Dat we mensen betere toegang tot sociale zekerheid moeten bieden. En een beter vangnet bieden. Uiteraard kost dat geld. Maar dat vind ik absoluut geen argument. Ik denk dat dat argument ook in deze context waarschijnlijk niet zal vallen. Maar allee, in andere contexten is dat dikwijls de eerste vraag. Hè. Kunnen we dat wel betalen? En dan toont recent economisch onderzoek alleszins, maar ook de geschiedenis toont, dat er geen afruil is tussen rechtvaardigheid en efficiëntie. Een hoger minimumloon kan een prikkel zijn om meer te investeren in je opleiding, zowel door een persoon zelf als door werknemers, om in hun personeel te investeren. De opbrengst van de verzorgingsstaat is moeilijker te meten dan de directe kost van maatregelen of van een investering, maar dat mag geen excuus zijn om dat niet te doen. Maar ik ben nu een beetje afgedwaald, maar ik denk alleszins dat een vermogensbelasting een goed idee is. Of dat er daar internationaal een draagvlak voor is,
Ja, ik vrees niet zoveel meer dan bij Jon. Valt uit te zoeken, alleszins. Piet, ik zag hier nog een vraag voor jou, die misschien ook wel heel breed gaat. Maar hoe wordt racisme in onderwijs gedetecteerd? Er zijn een aantal mogelijke mechanismen, maar weerom vanuit de overheid wordt daar weinig of niet in geïnvesteerd. Hè. Dus top-down wordt daar weinig rond gedaan. Op dit moment hebben we een overheid die wat lipservice verleent dat racisme in onderwijs niet kan. Maar de facto echte wetgeving of zo, of het echt top-down aanpakken van een aantal mechanismen zien we nauwelijks. Wat we wel zien is dus dat onder andere door organisaties zoals School Zonder Racisme, maar ook een aantal andere organisaties, dat er instrumenten zijn ontwikkeld, dat er instrumenten beschikbaar zijn om racisme te detecteren en te monitoren. Maar het blijft nog altijd de autonomie, en dat is een van de langs de ene kant positieve aspecten van ons onderwijs in Vlaanderen, dat scholen gigantisch veel autonomie hebben, maar langs de andere kant maakt dat onderwijs ook het systeem als zodanig zeer kwetsbaar. Want het blijft bijvoorbeeld rondom dit thema, maar rondom heel veel andere thema's, zeer afhankelijk van de mate waarin een school inderdaad bijvoorbeeld de leiding van een school, een directie, een centraal team, het initiatief neemt om dat intern te willen monitoren. Maar wat vooral, en ik denk, Anne heeft dat daarnet ook helemaal in het begin gezegd, als het over arbeidsmarkt ging, wat mij vooral zorgen baart en veel moeilijker is om aan te pakken, is de subtiele, de niet bedoelde vormen van discriminatie en stereotypering. En dat zit in hele kleine dingen. Bijvoorbeeld iemand die ten aanzien van een ouder of van een leerling zegt, amai, voor een Marokkaanse spreekt je geen goed Nederlands. Ik bedoel, de intentie is goed, maar het is zo stereotyperend. We staan niet stil bij het feit hoe dat binnenkomt. En daar bestaan ook monitorsystemen voor om dat in kaart te brengen. Maar dat zit vooral op bewustwording van leerkrachten. Samen met een team durven kijken naar je eigen handelen. En daar experimenteren we op dit moment ook mee met een aantal projecten, waarbij we via videocoaching bijvoorbeeld aan de slag gaan, waarbij we via wat we noemen collegiale consulten bij elkaar gaan kijken, waarbij we daardoor reflecteren op ons eigen handelen als leerkracht, op elkaars handelen. En het zijn dat soort subtiele vormen van discriminatie, die niet-intentionele vormen, die vooral moeten gemonitord worden. Mm-hmm. Maar ook op vlak van segregatie bijvoorbeeld, hebben de zwarte scholen, vreselijk woord, maar hebben zwarte scholen helemaal geen het komen. Een overheid durft niet investeren, toch niet op een systematische manier. Men heeft in de marge weer om wat gemorreld, maar men durft niet echt investeren in mechanismen van discriminatie, waardoor er nog altijd... Kijk, ons onderwijssysteem is een quasi-marktmodel, hè, waarbij er om elke hoek van de straat staat er wel een school. Maar wat betekent dat dus scholen, ouders de vrijheid hebben van schoolkeuze, wat ik sterk ondersteun, maar wat weerom maakt dat die ouders die weten hoe het systeem werkt, heel snel en makkelijk kunnen kiezen. En dat scholen in zo'n marktmodel vrij spel hebben. En dat scholen op een subtiele manier, en daar hebben we heel veel anekdotische voorbeelden van, scholen op een subtiele manier kunnen stellen, een witte school op een subtiele manier kunnen zeggen, van wanneer een ouder van migratieachtergrond zijn kind of een kinderen aanbieden aan de school, ja, maar we hebben weinig extra middelen, we hebben geen extra gokuren, we kunnen jou minder ondersteunen, we hebben minder expertise. Hier net om de hoek is er een school die al vele jaren expertise heeft. Ik denk dat het voor jou beter zou zijn om daar naartoe te gaan. En dat soort subtiele mechanismen, dat zijn vaak de heel moeilijk om aan te pakken. En weer ons, zoals ik daarnet zei, ik vind dat daar de overheid al jarenlang schuldig verzuim laat zien, politiek schuldig verzuim. Ja. Voor degene die het niet zagen, Rachida zit er terug bij misschien... want we gaan ook stilaan richting het einde. Misschien een laatste vraag voor haar nog van jullie. En ik zal in afwachting van die laatste vraag, want jullie zijn misschien aan het typen, nog een vraag voor jou, Piet. Zorgt de versnippering van de onderwijsnetten er niet voor dat de aanpak minder gestructureerd kan? Hmm.
Dat is een zeer interessante vraag en waar ik zelf ook enorm in dubio over ben. Ik ben ook enorm tegen en heb mijn kritische reflecties ten aanzien van de verzuiling. En ik zie ook wat voor gevolgen dat heeft. Ook een overheid, wanneer die met goede intenties vanuit een centrale overheid veel meer zou willen interveneren, denk ik dat die voor een stuk het verschil zal maken. Langs de andere kant maak ik me wel zorgen over het feit dat we op dit moment in een klimaat terecht zijn gekomen waarin er bepaalde politieke krachten zijn die vinden dat het middenveld zoveel mogelijk moet omzeild worden, zoveel mogelijk kapot moet gemaakt worden. En vandaar dat ik daar een duo over ben. Langs de ene kant zie ik een aantal fouten van die versnippering en van die zeer verregaande autonomie. Maar langs de andere kant zou ik bezorgd zijn over een overheid, zeker op dit moment, een overheid die niet wakker ligt van ongelijkheid, ook al doet ze alsof dat op dit moment in corona men bezorgd is en men daardoor 10.000 laptops probeert te leveren aan de school, wat natuurlijk totale nonsens is. Maar op dit moment zou ik zeer bezorgd zijn wanneer deze overheid op dit moment centraal zou interveneren in een schoolsysteem. Bovendien, wanneer we naar een volledig centraal systeem gaan, dan hebben we het Nederlandse marktmodel of het Engelse marktmodel, waarbij er lump sums gegeven worden aan scholen die dan zelf gaan bepalen hoe ze een school organiseren, die zelf gaan bepalen hoe ze nascholing organiseren en die dan hun nascholing bijvoorbeeld gaan inkopen op de markt, in plaats van dat via die middenkaders te doen. Maar daar zie je dat de markt daarop springt en dat de prijzen van nascholingen in Groot-Brittannië en in Nederland onvoorstelbaar. Kijk, de prijs voor een nascholing van 3 uur is in Nederland meer dan dubbel de prijs in Vlaanderen. Dat zegt niks over de kwaliteit. Hè? Dus, maar ik ben daar inderdaad wel bezorgd over. Langs de ene kant zie ik de drempels en de beperkingen van een verzuild systeem. Maar langs de andere kant ben ik op dit moment, met name in dit tijdsegment, wel bezorgd over de toenemende intenties van een bepaalde politieke klasse die probeert om dat middenkader af te brokkelen. Ik ben het wat dat betreft eens met Luc Huyssen, die een paar jaar geleden in een opiniestuk ooit schreef, de Standaard of de Morgen, dat wil ik kwijt zijn, maar die schreef van in de jaren 70 hebben we op de barricade gestaan tegen de verzuiling. De politieke evolutie die we nu zien, noopt ons bijna om terug op de barricade te gaan staan om het middenveld juist te gaan verdedigen. Maar nogmaals, ik ben daar in dubio over. Rachida, jouw laatste vraag is binnenkomen. Ik vind hem zelf niet helemaal helder. Er staat bottom-up, wat werkt en wat moet straffer van onderuit. De vraag komt van B. Misschien moet hij of zij, sorry, ik weet niet of het een achter- of een voornaam is, die vraag nog eventjes live toelichten. Als je je micro en je scherm aanzet, bottom-up werkt, maar wordt weinig ondersteund. De olifant in de kamer, hoe precies dat sterker stimuleren in onze maatschappij? Is dat voor jou helder, Rachida? Bottom-up, dus van onderuit acties ondernemen en dat dan versterken om het effect te laten hebben, zoiets. Hoe ga je dat dan versterken? Maar, ja. Piet had het daar eerder over, zegt deze persoon. Ja, ik goede praktijken versterken. Ja, je hebt eigenlijk ook al goede praktijken benoemd, hè? Fijn. Ja, nee, maar ik denk... Het is duidelijk dat mensen die in een situatie zitten van onrechtvaardigheid, dat die zich daarvan bewust zijn en dat die daar... tegen gaan ageren sowieso. Dat is de menselijke natuur. Mensen verdragen het niet om onrechtvaardig bejegend te worden. Dus daar komt reactie op sowieso in een of andere vorm. Maar ik vind het wel een beetje gevaarlijk om het dan in volledig daar te leggen, die verantwoordelijkheid. Omdat je als individu of zelfs als collectief heel moeilijk kan opboksen tegen een machtsstructuur. Mm-hmm. Dat kan je niet doen met je blote handen. Die verantwoordelijkheid kan je ook niet alleen maar leggen bij het individu of bij groepen die dan maar moeten zien vindingrijke acties te ontwikkelen om hun situatie te verbeteren.
de eerste verantwoordelijkheid ligt bij de overheid, die de middelen heeft om die rechtvaardigheid daadwerkelijk te realiseren voor iedereen. Dat is de eerste verantwoordelijkheid. We mogen niet alles afschuiven op dat individu dat nu mondiger aan het worden is, dat nu inderdaad de straten inneemt, dat zegt waar ze recht op hebben en dat ook opeist en reivindiqueert. Dat kan je niet, je kan die verantwoordelijkheid niet volledig daarop schuiven, omdat die machtsverhoudingen ook ongelijk zijn. Maar het is misschien wel zo dat die overheid, en dat sluit ook een beetje aan op wat Piet zegt, maar terug investeren, meer investeren in het middenveld, maar misschien ook in een nieuw middenveld, in die bottom-up initiatieven die er zijn, zorgen dat die versterkt worden en hun werk beter kunnen doen. Is dat ook een piste? De overheid investeert niet in het middenveld. Nee, voilà. Maar dat zou dus beter zijn mocht dat wel... Ja. Alright. Ik denk dat het... Of wou jij nog iets zeggen, Piet? Stak jij je hand op? Ja, nee. Ik denk dat... Ik volg Rachida absoluut, hè, maar ik denk dat... Het probleem is dat op dit moment er heel veel bottom-up initiatieven zijn, heel veel onderzoek dat een aantal dingen al jarenlang aantoont van wat werkt en wat niet werkt, maar dat we op dit moment in een tijdsegment leven waarin de overheid alleen maar geïnteresseerd is in onderzoek dat hen gelijk heeft en niet in onderzoek dat hen geen gelijk heeft. Meertaligheid is daar een voorbeeld van. Er zijn prachtige bottom-up initiatieven van scholen. Een directie die op een bepaald moment een beleid had waar aan de schoolpoort hing vanaf hier alleen Nederlands. We hebben een 4 jaar met die school gewerkt. Een jaar na dat we met de school hadden gewerkt, haalde de directie de banner van de schoolpoort weg. En ik vroeg aan de directie, waarom heb je dat gedaan? Ik zag het klimaat veranderen in mijn klas, in de school. Ik hoorde de leerkrachten anders praten over de leerlingen op een veel positievere manier. Dat zijn zaken die worden geëchoed en die wetenschappelijk onderzoek ondersteunen. Maar laat ons eerlijk zijn, meertaligheid... wordt verketterd op dit moment bij onze overheid. En het is bijna een commonsensical ding. Iedereen is bijna overtuigd van het feit dat inderdaad, wanneer je een andere taal gebruikt dan het Nederlands, dat je kansen hypothekeert. En dat is hetgeen waar we volgens mij veel meer, wat ik dan een advocacy role moet kunnen vervullen met z'n allen. Niet alleen verwachten van elk individu, maar dat we daar veel meer met z'n allen die verschillende rollen opnemen in die samenleving, dat we veel meer een advocacy rol moeten vervullen in het tijdsegment waarin we op dit moment leven. Mm-hmm. Ik denk dat dat een mooie afsluiter is van een debat waarvan ik het gevoel heb dat we nog vele avonden kunnen doorgaan. Ik zie ook nog opmerkingen binnenkomen over een falend middenveld. Ook daar kunnen we nog minstens een hele avond aan wijden. Maar ik denk dat we echt stilaan moeten afronden, dat iedereen misschien ook wel uitgezoomd raakt. Heel erg bedankt voor jullie geëngageerde deelname aan dit debat, aan Koene, Piet van Avermaat, Rachida Lamrabet, en ook heel erg bedankt aan het aandachtige publiek en voor alle vragen. Dank u wel, Siska en Rachida, interessante, zeer grootmoedige gesprek. Ook nog eens dank aan Sarah Bekambo voor de krachtige slam poetry. Hartelijk dank aan iedereen om er terug bij te zijn, ondanks het mooie weer en ook de echte cafés die opnieuw open zijn. Zet gerust allemaal jullie video opnieuw aan. Normaal gezien nodig ik iedereen uit voor het volgende café, maar we zijn beland bij het laatste online café Mazereel. 2 maanden geleden zijn we deze wekelijkse online cafés gestart, te midden van de quarantaine. We hebben heel veel verschillende thema's behandeld en we hebben heel veel verschillende sprekers over de vloer gehad. Al die cafés kunnen opnieuw bekeken worden op onze website van het Mazereel Fonds. Ze staan allemaal gebundeld onder projecten. Vanaf september organiseren we dan live café Mazereels. Dus niet langer online, maar wel in verschillende steden. Nog steeds rond Beter na corona campagne. Met klemtoon ook nog eens op onze thema's klimaatrechtvaardigheid, democratie, digitalisering en onderwijs.
Zo, ik ga afsluiten met het beeld van onze nieuwe actief. Dat is het ledenblad van het Massereel Fonds, dat voor deze editie volledig in teken staat van Beter na Corona. Wil je dat graag zelf ontvangen? Dat kan als je lid bent of als je lid wordt. Lid worden kan vanaf €15 voor studenten of mensen met een vervangingsinkomen en €25 voor de anderen. Je vindt alle informatie op de website van het Massereel Fonds. Voilà. Hopelijk tot op een van de echte cafés. En nog eens bedankt aan iedereen. Salutjes.